Bools en Beers, welkom weer in een nieuwe video. In deze video gaan we naar de altcoins kijken, want het, is, het lijkt natuurlijk een altseason en het is ook zeker een altseason. Want je ziet bijvoorbeeld een TRB 1300% gaan, een Lincoln Hall bijna 200%, een Solana 400%. Dus laten we er gelijk induiken. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Ik zit zelf al vanaf 2013 in de crypto. Ik hoop jullie allemaal leuke dingen, goede dingen mee te kunnen brengen. Vind je het leuk? Geef zeker een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Hartstikke bedankt. Bij Bitcoin. Uh, zie je eigenlijk dat we erboven zijn gebroken. En we krijgen wat lucht hieronder, heb ik de dollar currency index even de tussendoor. We krijgen al een tijdje wat lucht van die dollar currency index. En vandaar dat we ook wat lucht bij die altcoins en ook bij bitcoin krijgen. Dus laten we ook snel in bitcoin gaan. En uh, nog even kort met de dollar currency index, dat lijkt wel alsof we naar mijn en wil gaan. En dat zit bij de 102.5 index. Dus ik hoop dat we daar nog wat dieper kunnen gaan, want het geeft alleen maar lucht voor ons. Uh, als we hier support gaan vinden bij de dollarcurrency index, dan moeten we natuurlijk weer bij onze ogen open houden. En dat doe ik ook zeker, want in principe zitten we nu bij Bitcoin natuurlijk in de move up. En dan kunnen we altijd een kleine correctie verwachten. We hebben net een move gehad, dus we kunnen altijd, net als hier, we hebben een move gehad, altijd een kleine correctie verwachten. Soms wat dieper, soms wat minder diep. Ik hoop dat het gewoon wat minder diep kan zijn. Als ik met Fipsy kijk voor de targets en als we een correctie krijgen, dan kijk ik natuurlijk als eerste naar die 31.000 dollar, dan zeggen we de 30.000 dollar. En anderzijds dan heb ik hier nog wat lager, hier weer die twee supportplekken die je hebt gecreëerd bij de 25.000 dollar. Maar dat zijn voor de, de correctie, we zitten nog in de up move. Dus mochten we verder gaan, we zijn hier bij een belangrijk gedeelte waar je hier naar beneden brak. Dus komen we daar, dan kunnen we ook echt wel een beetje resistance krijgen. Dit was echt het geld dat het hier naar, ons naar de bodem toe bracht. Of tenminste de, de, deze bodem. En als we nu verder gaan, dan heb ik volgende targets. Bij de 0,5 de 41.000 dollar. En veel belangrijker vind ik die 0,68 hier zo. De 47.000 dollar. Dat zijn even de targets voor uh, Bitcoin. En dan kunnen we altijd nog iets hoger gaan. En ik geloof natuurlijk in Bitcoin. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat we wellicht een higher higher gaan maken op die vorige. Altijd maar. Maar ik moet ook beseffen, we zitten hier nog steeds vol eigenlijk in de beermarkt. We hebben nog steeds die move naar beneden. We hebben nog steeds niet een high-high laten zien op die high-high. Ook niet boven dit stuk gekomen. We beginnen nu eigenlijk gewoon technisch gezien dingen terug te testen. Wat heel logisch is. En we laten hier ook allemaal gedeeltes en ruimtes onder ons achter. Wat ook weer risico geeft. Dus dat is de Bitcoin. Wel positief, maar meer positief bij de altcoins. Want bij de altcoins, als we even naar uh, wat aanvragen als we eerst gaan. Nee, laten we eerst even de, de gekke coins. Tenminste, de gekke coins, de coins die gewoon 1300% maken, zoals een teller. Een teller die, die groeit vanaf een, even kijken, volgens mij was het eind uh, augustus. 26 augustus groeit het vanuit hier tot en met hier, tot en met eigenlijk een week geleden, 1300%. Dat is dus echt super mooi voor Altie. Tenminste, nog niet de Altie's, omdat kom pas als ik die andere straks laat zien. Je ziet dus een hele mooie move. Voor mij is het nu gewoon wachten. Het heeft mijn targets gehit, dus ik wacht gewoon. Het heeft mijn allergrootste targets gehit. En we zitten nog steeds in een best wel rottige markt. En een moeilijke markt. Ook moeilijke wereldomstandigheden. Financiële crisis. Alle, alle soort dingen. Krijgen we krijgen wel om ons heen. Met Oorlogen. Noem maar op. Dus het is best gevaarlijk. En ik ken ook nog teller vanuit hier. Ook een hele mooie move. Hier links. Hier komen we even van de bodem. Een super mooie move van 350%. En binnen een paar dagen gaf het het al weer terug. En hier eigenlijk ook een supermooie downmove. Nu in één keer. Dus dan zie je ook weer hoe snel het kan stijgen. Zo snel kan het ook wel dalen. Maar goed, we hebben hier wel plekken waar je je support kan vinden. In dit gedeelte op die blauwe moving average. Het heeft het wel gepierced tekenen daar dat daar we naar beneden kunnen gaan. Stel dat we naar beneden gaan. Je ziet al mijn fips hier staan. 61 dollar kijk ik naartoe voor een entry. Het is allemaal geen financieel advies. Dus eerst meer mij kijken erop. En ik hoop gewoon altijd dat je er wat aan hebt. En ik kijk lager naar deze targets, die 38 dollar, dat zeggen we de 32 dollar. Maar voor nu, ja, als we nog een beetje upside krijgen, dan zitten we dus heel dicht tegen die 0.68, dat is die 105 dollar. En hier heb je nog die ja, waar die echt naartoe is gegaan, die hele, leg, die hele reeks heb je voldaan. Bij de hele 139 dollar en daarvoor heb je nog de 131 dollar. Maar goed, ik wacht meer op een goede correctie. Deze heb echt wel zijn move gemaakt in mijn ogen. Ik wil weer nu een goede add doen. En ik let op deze. Net als bijvoorbeeld een blue cell. Ook denk ik niet heel bekend bij heel veel. Maar toch wel, laat het een super mooie move zien. En hier zie je hem ook al staan. Ik wacht weer hier, bij die 0.68 het liefst. Ik kan er tussendoor allemaal dingen doen. Maar voor mijn grote moves wil ik daar zitten. Voor deze was deze ook super mooi. Net als Hier. Je maakt een move, ik wacht op die 0.68, op een grote tijdframe. Ik zit op de daily en het komt op die 0.68 en kijk eens wat voor mooie move. Op de 0.68 landen en daar het support vinden is vaak bullish. En dit is wel het mooiste voorbeeld wat je hiervoor kan krijgen. Als ik die weer even weghaal, of tenminste nog heel even hier vastpak. Dus dat is die 16 dollar cent en de 11 dollar cent en de 10 dollar cent waar ik geïnteresseerd door. Voor nu ja, zit het nog eens een up move en... Kijk ik eigenlijk alleen maar naar de targets waar ik winst kan pakken. We zijn er pas geweest, maar hier had je die 0.2.6, wat je hebt gepierst, Dat was bij die 20 dollar cent. Hier ook weer, je raakt hem aan. Je raakt hem één keer precies aan, daarna piers je het en je laat alleen maar tekenen zien dat je nog hoger wilt gaan. Maar dit was die 0.382 bij de 28 of de 29 dollar cent. En dan sprong dus door tot en met de 34 dollar cent. Stel dat we echt een TRB of een teller move gaan maken, die 1300 procent. Want ook dit was niet verkeerd. Even kijken. 600%. En hier heb je dus de 0,68 en een TMB move. En teller die zat hier. Bij de 57 dollar Maar dat moet je niet bij elke coin verwachten. Want dan ga je je rijk rekenen. En dat gebeurt gewoon niet bij elke coin. Maar hier had je wel een hele mooie lange tijd. Waar je in ieder geval een paar maanden de tijd had om een mooie positie te vergaren. Mooie move. Mooie add-on. En ja, we nu weer afwachten op mooie posities. We gaan hem in de gaten houden. En volg me ook op Patreon. Dan, uh, daar gaan we echt veel dieper in. Het is betaald, maar ik geef er ook veel meer tijd en uh, ruimte voor. Support en dergelijke. Even kijken. Dan hadden we hier Blue Cell. Dan had je ook nog een paar bekende. Bijvoorbeeld een link. En een link die maakt natuurlijk ook gewoon een mooie move. want laten we wel wezen. Dit was volgens mij ook gewoon meer uh, 200%. Bijna 200%. Bijna 200%. Maar het kan doorgaan. Ik heb nog meer targets. Bij mij is dit een belangrijke target, die grote 0.382. Bij de 16.8, of tenminste 16.18. En daarvoor had je hier de 11.82. En ja, mochten we hier verder gaan. Hier heb je nog een square bij die cirkel. Wil je weten wat een square is, volg me op Patreon. 23 25 of 26. Dat wordt mijn grotere target. Maar voor nu zou ik het eerder reëel houden. En ik kan deze in principe weghalen omdat hij die hele reeks heeft voldaan. Dan kan ik het beter reëel halen en houden en wachten dat hij weer wellicht op die box gaat vallen. Tenminste misschien iets naar beneden of naar boven. Dat moeten we maar bekijken. Ik weet natuurlijk ook met mijn Fibonacci te werken voor weer entries te pakken. Als ik dat even snel doe. Dan heb ik hiervoor mijn entries. En die wil je natuurlijk even groen hebben. Dan kijk ik als eerste bij die 9,92 Even snel gemeten. Dit zou ik wel wat meer fine-tunen, maar dat doe ik dus dieper op Petrin. Voor de targets, dus een, een hogere target die 23,25 dollar, nog iets hoger, hier de 28 dollar. En we hebben weer een grote move gemaakt, dus het is weer een grote pump en eigenlijk ongezonde groei. En dat kan altijd wel weer helemaal teruggegeven worden, dus best gevaarlijk nog. Maar een mooie move en veel succes hiermee. Een andere waar we ook veel succes mee hebben, ja, is natuurlijk Solana, en ik denk dat daar ook wel iedereen bekend mee is. Solana maakte ook gewoon een move van 400%. Als je het echt vanaf het begin pakt. Laten we even hier kijken. Dit was volgens mij 200, ja, 260%. Ook echt niet verkeerd. Geef mij maar elke dag die 200% hoor. Ook belangrijk thuis, maar het ging er bij mij een beetje doorheen. Je ziet hem hier er ook doorheen gaan. Even duidelijk. Hier door mijn VIP heen gaan, door die witte VIP. Het gaat er doorheen. Het test het terug. En gaat door naar die andere targets. Het pierst die target. Komt er zelfs even boven. Wilde support. Hier dacht ik. We gaan zeker naar die grote 0,68. Met dus 87 dollar. Maar nee, we krijgen nu wel een beetje resistance. En wat ook gewoon logisch is, natuurlijk, naar zo'n grote move. Maar dit is een belangrijke target weer voor mij. Die 57 dollar 41 bij de 0,382. En het is dus helemaal tot en met de 68 dollar gegaan. Gekhuis. Maar alleen maar mooi. Alleen maar positief. En dit is het nog steeds. Als ik deze leg heb, is het nog een kleine leg. Want daarna, net zoals bij Bitcoin en dergelijke, pak ik natuurlijk ook een grotere lek. En ook hier zitten we dus weer bij een belangrijke target, die eerste 0.26. Dus daaruit had je ook wel je targets uit kunnen halen. Hier heb je een volgende target van 98 dollar. Uh, het meest gezond is gewoon nu een kleine correctie maken. Het liefst dat je met die 0.68 wat je net eigenlijk bij, uh, even uit mijn hoofd weet ik heel even niet meer, wat je bij Blue zel zag. Dus na die 0.68 gaan en daar weer een mooie move uit halen. Ik wens iedereen heel veel succes ermee. En, en natuurlijk, uh, als je vragen hebt, je weet me te vinden. Dan heb ik nog een Roon. Want ook een Roon blijft maar gaan. En uh, heb meer, meer zin in mijn grotere targets dan de kleinere targets. Deze staat een beetje verkeerd. Maar ik had stiekem al deze video opgenomen. Alleen toen had ik geen geluid. Dat <laughs> merkte ik aan het einde van de video. De grote targets. De kleinere targets heb je eigenlijk al volbracht in dit gedeelte. Maar ja, om even weer te laten zien dat we in een altcoin season zijn. Ik had deze nog niet weggehaald. Dat wij even in een altcoin season nog zitten. Dit was ook gewoon weer vanaf augustus tot en met nu 600%. Dus ja, ik denk dat we toch wel echt wat afkoeling ook gaan krijgen bij heel veel. Maar laten we eens naar nou wat coins gaan en wat aanvragen van mijn leden op Patreon. Nou, een hele goede aanvraag trouwens. Uh, dan had ik eerst een Rio. Die ook ik nog wel in dit rijtje thuis van uh, de stijgers en zo. Want kijk, dit blijft ook maar stijgen, 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 stijgen. Voor deze is deze al bij mijn grote target nu, bij die 0.382, dus een belangrijke. Maar waar ik deze eigenlijk de hele tijd vandaan heb gehaald, is hier. Hier viel je in één keer door de grond heen. En dan is hij ook al vlak bij mijn target. Bij die 0,68 bij de, dezelfde, de 69 dollar cent. Dus een belangrijke target. Gaan we nog iets hoger, dan heb ik hier nog de 87 dollar en de 92 dollar. Uh, Af je had het over een wik. Ja, die, die kan best gevuld worden. Maar die staat volgens mij een beetje gelijk als deze wik of in dit gedeelte. En dan zie je ook dat je gewoon bij hele belangrijke targets bent. Dus het kan wel eens een keertje afgelopen zijn. En deze bleef maar groeien. We wilden hier eigenlijk hier, dat we een correctie zouden krijgen. We groeiden vanuit hier en dan hier een goede correctie naar die 0,68. Geen kans geven, het bleef gewoon doorgroeien. Laten we ook weer even deze zien. Dit was alleen al in dit gedeelte vanaf 14 oktober een 470 Maar kijk deze even vanaf het begin van het jaar. Deze is echt niet normaal. En daarom is crypto zo leuk. En daarom gaan we deze ook goed in de gaten houden. Zeker op Petra en ook wel op YouTube, maar meer op Petra. 3300 procent. Daar doen we het voor. Heel veel succes Abdi. En we kijken natuurlijk weer uit naar een goede correctie. Wat je hier ook hebt gezien. Dus je hebt een mooie move gemaakt. Geef het weer helemaal terug. Mooie move gemaakt. Geef het weer terug. Mooie move gemaakt. Geef het maar weer naar me toe. En dan kan ik zo laag mogelijk hopelijk kopen. Voor de mooiste percentage. Want het is eigenlijk pas bij mijn eerste target van die grotere targets. Misschien hebben we nog wel nog grotere targets. Maar die candles hebben we nog niet. We hebben nu in ieder geval deze candles gehad. Als we nu ook reacties hierop krijgen, dan weten we dat deze VIP-reeks gaat werken. Ik wens iedereen er heel veel succes mee. Dit was Rio. En een aanvraag van Abdi. Een andere aanvraag die ik kreeg was Ren. Even kijken. En deze had ik al iets meer uitgewerkt. Dus hier ga ik iets sneller naar de targets en de entries. En hier zie je weer het mooie van de aanvraag van mijn Patreon-leden. Laten we heel even snel naar Patreon gaan. Patreon. Daar geef ik dus mijn lessen en uh, live webinars, extra video's. Ik heb twee uh, lidmaatschappen, elites en masters. De elites krijgen het dubbele van de masters. Dus twee live webinars en extra video's. En de masters krijgen er één. En daar geef ik gewoon eigenlijk net zo les als bij mijn leraar. Daarnaast staat er altijd een linkje van uh, Bybit. Krijg je extra korting op je trading fees. En natuurlijk extra stortingsbonussen uh, als je het via boels en beers aanmeldt. En, is, en je helpt mij er gelijk mee. Dus hartstikke bedankt daarvoor en bijbit ook hartstikke bedankt. Maar ga zeker naar Patreon om meer te leren en serieus met je geld om te gaan. Want het is natuurlijk allemaal superleuk dat je eh, begint met geld dat je kan missen, maar dat kan iedereen. Je wil geld maken wat je kan gebruiken. Dus niet wat je kan missen, nee, wat je kan gebruiken voor ten eerste je portfolio op te bouwen en ten tweede gewoon te doen wat je wil met het geld. Dus leuke dingen doen of gewoon iets natuurlijk ook wel wat verstandige dingen, maar voornamelijk ook weer van genieten natuurlijk. Uh, hier heeft snel ervan genieten. Hier deze zit nog niet echt in zo'n alt-season. Het heeft in ieder geval bewezen dat er geld in springt. We komen hier uit een down move. Je ziet hier die down move. Kruipen we eruit en we springen eruit met overtuiging. Nu hebben we met die overtuiging zijn we door die rode moving average voor het eerst gegaan. Een mooie correctie terug. En je ziet al waar ik me achter wil verschuilen. Ik wil me achter die 5,2 dollar cent verschuilen, of achter die 5 dollar cent of de 4,9 dollar cent. Dat zijn de plekken waar ik me zou achter willen verschuilen voor een entry. En dat kan dus op elk moment. Dat zijn een hele mooie risk-reward-plug. dus ook weer een super mooie aanvraag. Als ik naar die kleine targets ga kijken, dan zie je dat hij in één keer naar die 0,68 hier sprong. Daarom is die 0,68 wel altijd belangrijk. Dus deze ga ik nu wel weghalen. Ik zal ze nog heel even zeggen: de 5.7 of de 5,8 dollar cent, de 6,9 dollar cent en die 8,6 dollar cent waar hij hier de resistance kreeg. Daarna hebben we gewoon de grotere targets. Laten we die er gelijk even bij halen. De grotere targets die zijn de groenere tar groene targets. En dat geeft voor mij een 10-dollar cent, een 14-dollar cent, een 20- en een 25-dollar cent. Dat is even Ren. Super mooie reward workplek. Hele mooie aanvraag. Dus hartstikke bedankt daarvoor. Volgens mij was het Jurgen of Ruud. Ik weet in ieder geval dat het Ruud deze, deze had. Dat was Gas. Gas kon ik in een rij zetten van deze heb ze. Um, zie zijn eigenlijk al gehad, want die heb al zijn move down gehad. Maar dat komt in ieder geval op een FIPS. En Rudy vroeg in ieder geval waar ik hem vandaan, of tenminste of hij goed zette. Je zit goed Ruud. Ik, bij mij is hier ook op die 0.83 gevallen en zitten we nu dit tussenin. Dus die 0.83 die geeft een 7,16 dollar. En die 0.76 die 8,47 dollar. Voor mij een bijzone. Je hebt hier wel een gigantisch groot risico naar beneden. Dus die groene FIPS zijn de koop FIPS. Dus het risico... Is 11, 12 procent waar ik mijn los achter kan zetten. En dit is waarom ik het zet. Het is een 70 procent drop wat je hier, of een ruimte wat je hieronder hebt achtergelaten. Maar goed, hoog risico heb je ook mooie targets. Stel dat we hier wel dat support krijgen. We hebben nu een goede move down gehad Na deze mooie move up. Dan heb je hier de eerste oranje VIP, die eerste target. Gelijk een 54 procent bij de 12,53. Dan een 0,382 bij de 15,76. Dat is al een, bijna 100%. En hier heb je dan weer die 0,68%. Bij de 20,97%, de 21 dollar 157%. Even naar een iets kleiner tijdframe, want dan laat ik je zien waar ik, je, waar ik die uh, leg vandaan meet Hier zie je het eigenlijk gewoon sideways gaan in dit gedeelte. Je ziet het een beetje in een neer, uh, neerwaartse gang naar uh, sideways gaan. En hier begint het uit te breken. En je ziet hier beginnen candles te komen waar geld in springt. En dat begint hier dus. Je ziet het ook aan het volume hieronder daar. Je springt eruit, geeft het helemaal terug en vanuit hier begin je te groeien en kom je niet meer weg. Dat is die 24 oktober 2023. En toen begon gas en uh, altseason. Je moet wel weten wat je doet en daarom leer zeker en weet ook echt hoe je met je geld omgaat in de crypto. Want je geeft hier anders gewoon een move van, bijna, uh, van duizend, meer dan 1000% terug. Die geef je nu dus in één keer terug als je geen winsten weet te pakken. Dus uh, hebben we Guest. Ook een leuke aanvraag. Ook eigenlijk een mooie reward workplek Niet meer super hoog, wat we bij die andere coins zagen. Een andere aanvraag was een Bond. Uh, even kijken, die heb ik hier. En Bond ook. Die Ook gewoon een goede aanvraag. Want hier letten we op: we, zijn, we waren er hier al uitgebroken. En met overtuiging. Kijk even de overtuiging. Er was er iemand die zei van. We gaan er hier gewoon met 300% in. Pam! Dat is overtuiging. En het laat zelfs een higher high zien op dit gedeelte waar het hier dat resistors vond. Het piercen van die grote 0,382, die rode VIPS. Meteen mijn eerste target git. Het heeft ook al een retrace gemaakt. En dan gaan we kijken naar welke of tenminste welke entries we kunnen pakken. Waar we ons risico kunnen afbakenen. In ieder geval die 0,68 hier. We breken het. Hier dat support erop, dus het wordt weer mooi getest ook. Het gaan lezen, reacties erop. Anderzijds, hier ook tussen die 0,76 en die 0,83 vindt het hier zijn support. Dus ik heb twee levels waar ik entries kan pakken. En daar kan ik dus ook mijn stop onder zetten. Ik zal even het risico laten zien. Mijn entry zou een beetje bij die 3,59 zijn. Dus dan zijn we nu nog een 6,5% vanaf. Zeggen we tot die kleine weekend, 8% risico vanaf hier. En gaan we dan wat lager? Dan wil ik daar kopen. Bij die 2,73 tot 2,48. En dat is toch wel weer een 35% naar beneden. Maar goed, net als. Eigenlijk andere coins. We zijn nu voor het eerst hier uit de moving average gebroken. Het heeft ook al een beetje downside laten zien. En we hebben die higher high hier gemaakt op dit gedeelte. Dan gaan we hier dan die higher low creëren. Om naar mijn hogere target van die 0,382 bij de 9 dollar te gaan. Ik weet het niet. Maar Freddy, ik wens je in ieder geval heel veel succes. En iedereen die gekeken hebt, ook heel veel succes. En hartstikke bedankt voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker. En kijk ook in de linkjes, of tenminste de linkjes in de beschrijving van de video. Altijd handig. En ik hoop je daar veel verder te kunnen helpen op Patreon. Hartstikke bedankt voor het kijken. Adiós.